Thank you.
Welcome semuanya, selamat datang semuanya, welcome everyone, shalom. Berikan tepuk tangan yang lalai meriah buat Tuhanmu. Clap your hands for the Lord, because He is good, amen. He is good. Welcome to our last service in 2020, what a year. But we want to give our praise to Jesus, we want to bless Him, we want to thank Him for all His grace and His mercy throughout the year. And we want to thank Him and we want to surrender for 2021. Jesus, we believe in You. We believe that You will take care of us. And going into the end of this year, we want to surrender to You as well, Father. We want to thank You for everything that You have done. Thank You. Let's praise Jesus. Say to your neighbor, let's praise Jesus. Let's praise Jesus. Come on. Come on, clap your hands together. Katakan, Opek Moment. Elk moment van mijn leven, voor of tegenspoed, aanbid ik U, mijn Jezus. Dank U voor het bloed. Dank U voor Uw bloed. Ik vind kracht. Ik vind kracht in U, mijn Vader. Als ik heel dicht bij U ben, mijn hart en mijn gedachten worden warm als ik bereid. U bent heilig, U bent liefde, Jezus, U bent groot. U bent sterker dan de dood. Maar in deze dag geef ik mezelf aan U. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van U. Op elk moment van mijn leven, bij dag en bij nacht, wil ik U woorden lezen en dragen in mijn hart. In de stormen van mijn leven, in de regen, in de kou, wil ik rust zijn in het rijk. Heilig, U bent liefde, Jezus, U bent groot. U bent sterker dan de dood. Maar in deze dag geef ik mezelf aan U. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van U. Vader, U bent goed, yeah. U bent heilig, U bent liefde, Jezus, U bent groot, U bent sterker dan de dood.
that heal my heart. Eric sing that heal my heart. Eric sing that heal my heart. Ik hou van u. Jesus, everything is possible. Amen. Amen. Denganmu Tuhan, semuanya mungkin. Woo! Here we go. Come on, jemaat Tuhan. Everyone, come on, clap your hands. Hey, yeah. Tak pernah, tak pernah. Kau pegang hidupku, pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku percaya, ku yakin, kau tuntun langkahku Tuhan, kau tuntun langkahku. Yesus, 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 kau merencanakan hidupku. Berkuasa, berdaya, yeah. Hanya kau Tuhan. Yesus, 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 kaulah raja dalam hidupku. Berkuasa, berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, yeah. Sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan. Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, with you Lord, dari kemuliaan. Hanya kau Tuhan, yeah. Sumber kekuatan, yeah. Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. And one more promise that he says is that nothing is impossible. Amen. Say to your neighbor, nothing is impossible. Nothing. Say to the one impossible. Next to you, nothing is impossible. Nothing is impossible. Here we go, church. Woo. Here we go. 1, 2, 3, come on. To you, I can do anything. I can do all things. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Stronghold. Strongholds are broken.
Thank you for this year. You teach us again, Lord, this year to lean on you, to trust in you, to say with our mouth that Jesus, I need you. Even in the hardest moment, we will say, Jesus, I need you. And we believe, we keep believing in you, Jesus. Because only in you we will find hope. Hope for now, hope for the future. Hope in my anthem. Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Song in the night, Jesus, I need you every moment. I need you here now. This grace born heart sing out your praise forever. For ashes, you find a weak and contrite heart, shoulder its burdens, carry it into the light. Oh Jesus, I need. Grace.
ask you to place your hand on your heart, on your chest, and feel the warmth of the embrace of God. Feel the warmth of His love for you. Remember His love, remember His mercy for us. Prepare our heart to receive the word from God, from Pastor Victor. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness, remember mercy. Christ behind me, Christ behind me. Before me. Oh Jesus, I need you every moment. I need you. Katakan saudara. Let it say. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes. Your praise forever. Mari beri tepuk tangan bagi Allahmu. Katakan haleluya Jesus. Heaven clap over on your God. Haleluya Yesus. Kau dahsyat Bapa. U bent geweldig Vader. Kau luar biasa. U bent buitengewoon. Bapa, kami bersyukur. Vader, wij danken u. Engkau ada di tengah kami. Dat u in ons midden bent. Engkau hidup. En u leeft. Tanggal 25 Desember. 25 Desember. Kami merayakannya. Hebben wij dat gevierd? Ja, untuk mengatakan. Om te zeggen. Bahwa engkau ada. Dat u er bent. Engkau memberi pengharapan. Dat u hoop geeft. Engkau lah terang hidup itu. Dat u het licht der leven zelf. Terima kasih Tuhan. Dank u wel Heer. Dan ibadah minggu terakhir. En deze eredienst van de laatste week. Pada tahun 2020 ini. Van het jaar 2020. Engkau memberkati kami. U zegent ons. Engkau menambah-nambahkan. U voegt steeds toe. Tambah sukacita. U vermeerdert ons tambah blijdschap. Tambah kekuatan. Onze kracht.
Tambah semangat. Ons entusiasme. Dan tambah beriman. En ook meer geloof. Katakan dalam nama Yesus. Zeg in Jezus naam. Katakan dalam nama Yesus. Zeg in Jezus naam. Terima kasih Tuhan. Dank u wel Heer. Urapi kami. Salf ons. Nyatakan kebenaran-Mu. Laat uw waarheid zien. Dan kami masukin nanti tahun baru. En wij komen het nieuwe jaar dengan binnen. Semangat baru. Met nieuwe enthousiasme. Sukacita baru. Nieuwe blijdschap. Bahkan kemenangan-kemenangan baru. En ook nieuwe overwinningen. Itu saya teguhkan dengan firman-Mu. Daarom Heer, versterk ons met uw woord. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Beri tepuk tangan dulu bagi Allah-Mu. Here's an applause. Luar biasa. Geweldig. Amen. Saku. Yeah. Sisters. Kalau kita merayakan Natal tanggal 25 yang lalu, wij hebben afgelopen 25 kerst gevierd. Ada satu ayat yang sangat terngiang di pikiran saya, di hati saya. En er is een vers die steeds maar blijft ya, in mijn hart, in mijn hoofd. Yaitu Lukas 1. En dat komt uit Lukas 1. Ya, itu saya sebutkan saja. Even noemen alleen. Bahwa Maria berkata, bagaimana mungkin itu terjadi? Want Maria zei van, hoe kan dat nou gebeuren? Yes, saya mau bilang, ayat itu berkata. En de vers zegt. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. For God is niets onmogelijk. Roh Tuhan akan menaungi engkau. De geest van God zal over je zijn. Itu, ya. Zegt de engel. Maka engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan zal je een zoon baren. Ya. Jadi percayalah. Dus geloof erin. Itu kuncinya. Dat is de sleutel. Dengan tema kita ini. Met onze thema. Tema selama bulan Desember. Het thema gedurende de maand Desember. Yaitu janji untuk mengalami hidup tanpa batas. Dat is de belofte om een onbegrensd leven te ervaren. Amen. Amen. Ini visi dari Tuhan. En dit is visie van God. Jadi tidak peduli. Dus het maakt niet uit. Abraham mandul atau tidak. Of Abraham nou onvruchtbaar was of niet. Tidak peduli. Het semua maakt sudah niet uit. Tua. Dat iedereen toen al oud was geworden. Ya. Tidak peduli. Het maakte niet uit. Elisa orang hebat atau orang biasa-biasa. Of nou Elisa een geweldig persoon of een gewone iemand was. Yang pasti dapat terjadi. Wat belangrijk is, het kan gebeuren. Tidak peduli situasi kita bagaimana. Het maakt niet uit hoe onze situatie mag zijn. Tidak peduli dunia bagaimana. Het maakt niet uit hoe de wereld mag zijn. Tapi firman Tuhan tidak pernah gagal. Maar het woord van God valt nooit. Amen. Amen. Itu sebabnya. En daarom. Upaya kita alami hidup tanpa batas. Hoe kunnen wij het leven, onbegrensd leven ervaren? Kita akan lihat dua raja-raja pasal 2. Dan gaan we kijken naar 2 Koningen 2. Ya, dua raja-raja 2. 2 Koningen 2. Ayat yang ke berapa ini? Ayat yang ke lebih bagus ayat 9 dan 10 saja. Dan gaan we lezen vers 9 en 10. Haleluya. Dua raja-raja 2. 2 Koningen 2. Yes. Dikatakan begini. Het staat geschreven. Ayat juga. Bagus sekali. Dikatakan dengan jelas di sini. Het staat duidelijk geschreven. Dan sesudah mereka sampai di seberang. En zodra zij overgestoken waren. Berkatalah Elia kepada Elisa. Zeide Elia tot Elisa. Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu. Do een wens. Sebelum aku terangkat daripadamu. Wat zal ik voor u doen eer ik van u word weggenomen? Oke. Jawab Elisa. En Elisa zeide. Biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu. Zo moge dan een dubbel deel van uw geest op mij zijn. Nah ayat 10 ini perlu diperhatikan sekali. En vers 10 moeten we erop letten. Berkatalah Elia. En Elia zeide. Yang kau minta itu adalah sukar. Gij hebt een moeilijke zaak gewenst. Tetapi jika kau dapat melihat. Indien gij mij zult zien. Garis bawahi. Onderstreep dit. Jikala engkau dapat melihat ini penting. Indien gij mij zult zien. Dit is belangrijk. Aku terangkat daripadamu. Terwijl ik van u word weggenomen. Akan terjadilah padamu seperti yang demikian. Dan zal het u aldus geschieden. Dan jika tidak. Maar indien niet. Tidak akan terjadi. Dan zal het niet geschieden. Waduh. Haleluya. Enggak taunya saudaraku. Het blijkt, brothers and sisters. Ini ada dua belah pihak. Er zijn twee kanten. Elisa bisa alami. Elisa kon wel dat ervaren. Asal melihat. Als hij maar kon zien. Cuman itu saja. Dat was het. Tapi waktu saya baca. Maar toen ik verder las. Di situ Elia berkata. Daar zei Elia. Ini bagian pertama. Dat is deel 1. Kata ini. Permintaan yang sukar.
een moeilijke wens. Jadi waktu itu Elia dan Elisa. Ya. Dus toen de tijd Elia en Elisa. Sudah jalan. Ze waren al aan het wandelen. Dari Gilgal. Vanuit ya. Gilgal. Dari Gilgal sampai ke Bethel. Ya. Naar Bethel. Dari Bethel sampai ke Jericho. Van Bethel naar ya. Jericho. Dan Elia terus berkata. En Elia bleef zeggen. Elisa sudah sampai di sini aja. Elisa, ya. Weet je wat? Tot zover. Bahkan sampai di Bethel. En bij Bethel aangekomen. Ada nabi-nabi, sekelompok nabi-nabi. Er waren een groep profeten. Yang bilang begini, kamu nggak tahu Elia itu sudah mau diangkat. Die dit zei van, yeah. Nou, wist jij dat soms niet dat Elia yeah. bijna naar de hemel gaat? Elisa bilang apa? En wat zei Elisa? Aku tahu juga. Dat weet yeah. ik wel. Orang dia yang jalan sama Elia. Want hij was yeah. degene die met Elia was. Tapi dia berkata, diamlah. Maar gitu. Hij zei van, stil nou. Elisa mau ikut terus. Elisa wilde steeds blijven volgen. Dan tiba-tiba. En opeens. Seperti seorang ayah. Ya, net als een vader. Sebelum dia meninggal akan berkata pada anaknya. Voordat hij zijn zoon wegliet, vroeg hij eerst aan zijn kind. Seperti itu Elia berkata, mintalah apa yang aku bisa buat bagi kamu. Zo vroeg Elia ook aan Elisa van, wat wens je? Tapi jawabannya yang mengejutkan. Maar het antwoord was wel schrikwekkend. Ya. Yang kau minta. Itu sukar. Gij hebt een moeilijke zaak gewenst. Ja, ini bukan gampang maksudnya. Dus met andere woorden, dit is niet iets makkelijk. Ini bukan biasa. Dit is niet iets gewoon. Ja, sukar. Het is moeilijk. Tapi kalau engkau melihat. Maar als ja. jij zal zien. Ha, haleluya. Katakan pada sebelah. Zeg dat degene naast u. Tapi kalau kamu melihat. Als u het ziet. Kamu melihat. Als gij ziet. Kamu melihat, kamu melihat. Als jij het ziet. Als jij het ziet. Yes, kamu dapat mengalaminya. Kan ya. Het gebeuren. Ja, kamu bisa memilikinya. Zal het u al dus geschieden? Ja, saudaraku. Mijn broers en zusters. Kenapa Elia berkata demikian? Waarom zei Elia dat? Ja, lu sukar soal membayangkannya. Kijk, het ya. Is moeilijk om voor te stellen. Elisa, bisa bayangkan enggak waktu Elia berdoa 3,5 tahun enggak hujan, tiba-tiba turun hujan. Kunt u nagaan op het moment dat Elia ging bidden 3,5 jaar dat er geen regen was en er was geen regen en opeens weer wel. Elia bikin perkara spektakuler, api turun dari langit. En Elia had ook zo'n spectaculaire gebed gevraagd dat de vuur uit de hemel kwam. Dan dia mintanya. En hij vroeg. Urapan 2 kali lipat. Een salving dubbele van dat. Tapi kalau dia melihat. Maar als hij dat zag. Ja, engkau akan memilikinya. Als hij kan zien, dan zou hij dat ook krijgen. Nah, bagian yang kedua ini. Deze tweede deel. Ja, engkau akan memilikinya. Je zal het hebben. Je zal het krijgen. Katakan, engkau akan memilikinya. Zeg erbij, je zal het krijgen. Engkau bisa lewati batas hidupmu. Je kan dus door de begrenzing van je leven doorheen. Engkau bisa alami janji Tuhan ini. Je kan dus deze belofte van God ervaren. Oke, kita lihat 2 Raja-Raja 2 sekarang. Zullen we verder kijken naar 2 Koningen 2? Ayat yang ke-12. Vers 12. Yes. 2 Raja-Raja 2. 2 Koningen 2. Yes. Dikatakan begini. Wah, wow, bagus sekali ini. Is heel mooi. Ayat yang ke-12. Vers 12. Yeah. Saya lihat juga supaya sesuai dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ik ga eerst even vergelijken. 2 Raja-Raja 2. De Engelse versie ook nog klopt. Zelfde vers. Ayat 12. Ya, 4. 2 Koningen 2, vers 12. Ya. Ketika Elisa melihat itu. En Elisa zag het. Kan Elia tadi bilang, kalau engkau melihat, engkau memilikinya. Want Elia zei, indien gij mij zult zien, dan zal het aldus geschieden. Nah, ketika Elisa melihat itu, ayat 12. 12, en Elisa zag het. Maka berteriaklah ia. En riep uit. Bapakku, bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Mijn vader, wagens en ruiters van Israel. Kemudian tidak dilihatnya lagi. En hij zag hem niet meer. Lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Toen greep hij zijn klederen en scheurde ze in 2 stukken. Setelah itu dipungutnya jubah Elia, ayat 13. Vers 13, daarop rapte hij de mantel van Elia op. Ya, yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Die van hem afgevallen was, keerde terug en ging aan de oever van de Jordaan staan. Yes, ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu. En hij nam de mantel van Elia die van hem afgevallen was. Dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru. Sloeg op het water en riep. Di manakah Tuhan Allah Elia? Ya. Waar is de Heere de God van Elia? Nah, itu terjemahan bahasa Indonesianya begitu. Di manakah Tuhan Allah Elia?
Dat is dus de vertaling ook in het Nederlands. Waar is de Heere, de God van Elia? Ja, saudaraku. Di sini sebenarnya. Hier eigenlijk. Elisa mau berkata demikian. Elisa wilde hiermee zeggen. Aku mau membuktikan. Ik wil bewijzen. Allahnya Elia. De God van Elia. Ja, aku ingin melihatnya. Ik wil hem zien. Terus dia pukul air itu. En hij sloeg op het water. Lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. En dit verdeelde zich herwaarts en derwaarts. Maka menyeberanglah Elisa. Zodat Elisa kon oversteken. Ja. Geweldig. Kalau engkau melihatnya, ini als penting. U het ziet, dit is belangrijk. Harus bisa melihat ini. Want u moet dit kunnen zien. Bahwa Allah punya rencana. Dat God een plan heeft. Untuk kita alami hidup tanpa batas itu. Voor ons om onbegrensd levens te ervaren. Yang paling penting. Wat belangrijk engkau is. Bisa melihat. Dat gitu. U kunt zien. Ini hubungan kata melihat. En deze relatie tussen het woord zien. Sama percaya. En geloven. Itu maksudnya. Dit is wat hiermee wordt bedoeld. Merindukan. Dat u ernaar verlangt. Kalau engkau berdoa. Wanneer u bidt. Karena engkau percaya. Omdat u gelooft. Itu artinya engkau berdoa pengen itu terjadi. Dan betekent dat u bidt. U wil graag dat het gaat gebeuren. Itu maksudnya. Dat is wat hiermee wordt bedoeld. Engkau melihatnya. Dat u het ziet. Ini dapat terjadi. Hey, dit kan gebeuren. Kenapa? Waarom? Lukas 1 tadi. Vanuit die Lukas 1. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. For God is niets onmogelijk. Haleluya. Applaus. Amen. Dan apa yang terjadi? Wat gebeurde kalau er? Kalau sudah baca semuanya. Als u verder leest. Ya. Elisa melakukan mujizat 2 kali lipat dari apa yang dilakukan Elia. Elisa had 2 keer zoveel wonderen verricht dan wat Elia deed. Luar biasa. Is geweldig. Jadi bagian ketiga yang saya mau sampaikan. Dus derde deel wat ik graag wil doorgeven. Ternyata memang Allah kita bukanlah Allah yang memandang muka. Dus God is kennelijk niet iemand die het buitenkant ziet. Elisa itu bukan siapa-siapa. Elisa was niemand. Dia bukan orang hebat. Hij was geen geweldig persoon. Hanya karena berani percaya. Maar alleen omdat hij durfde te geloven. Bahwa dia bisa melihat. Dat hij kon zien. Karena dia rindu itu terjadi. Omdat hij verlangde dat het ook ging gebeuren. Dan Allah memakai dia 2 kali lipat lebih dahsyat dibanding Elia. En daarom gebruikte God hem 2 keer zo, zo meer, zoveel dan wat God Elia gebruikte. Saya terus ini ya. En dit ga ik echt benadrukken. Karena Allah berkata pada Abraham juga. Want God zei ook tot Abraham. Lihatlah bintang-bintang di langit. Kijk naar de sterren in de hemel. Lihatlah apa namanya pasir di pantai. Kijk naar het strand, naar de korrels op dat strand. Luar biasa. Het is geweldig. Jadi kalau engkau bisa melihatnya. Dus als u het kan zien. Engkau akan memilikinya. Zult het ook hebben. Pertanyaannya sekarang buat kita. De vraag is voor ons. Bisakah kita melihat? Kunnen wij dan het zien? Nah, ini penting. Dit is belangrijk. Ya, kebanyakan orang Kristen. Vele of de meeste Christenen. Ya, apalagi dalam melayani. Zeker in het dienen. Hanya sekedar melakukan pekerjaannya. Zijn bezig om zijn taken uit te voeren. Tanpa terlebih dahulu melihat. Zonder van tevoren te zien. Tidak heran, Saudaraku. En dan is het niet raar. Kebanyakan orang Kristen. Dat vele of de meeste Christen tidak mendapat apa-apa. Krijgen ook niets. Mereka hanya seperti 50 nabi tadi. Ze zijn alleen maar zoals die 50 profeten. Yang berdirinya agak jauh. Die van ver stonden. Gak berani dekat seperti Elisa. Ze durfden niet dichtbij te staan net als Elisa. Gak berani ikut seperti Elisa. En ze durfden ook niet mee te gaan net als Elisa. Gak berani jalan terus. Ze durfden niet om verder te gaan. Aduh, bagaimana ya? Ja, wat zal het gebeuren? Corona ya. Nou, zeg, het is coronatijd. Ja, gak bisa bikin apa-apa. We kunnen ook niks meer doen. Ya, bisnis pasti habis dah. Ya. Nou, onze zaak die gaat zeker sluiten. Kita gak punya uang lagi dah. Dan zullen we ook geen geld meer hebben. Dia gak bisa melihat. Hij kan het niet zien. Bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Dat God is de schepper van de hemel en aarde. Allah yang membumbuhkan semua tanaman. God is degene die de planten, alle planten de groei geeft. Haleluya. Haleluya. Ya, bilang sama sebelahmu. Ya. Zeg tot degene naast u. Kamu jangan kayak 50 nabi itu. Wees niet zoals die 50 profeten, hè. Kristen tapi gak ngalami apa-apa. Dan ben je een Christen, wel een Christen, maar je ervaart pelayanannya kelihatannya hebat, tapi gak ngalami mujizat. Misschien je bediening ziet er geweldig uit, maar je ervaart geen wonderen. Saya tunjukkan ayatnya ya. Zal ik maar laten zien de vers. 2 Raja-Raja 2. In 2 Koningen 2. Ayat 7. Vers 7. Ya. Saudara, waktu saya renungkan ini. Toen ik
dit hierover ging over pijn. Saya bilang Tuhan. Ik zei Heer. Kami mau masuk tahun 2021 dan tinggalkan 2020. We gaan het jaar 2021 binnenstappen. Yeah. We zullen 2020 verlaten. Dengan kondisi yang semacam ini. Met zulke kondisi. Tuhan bilang dengan jelas. En de Heer zei duidelijk. Kalau engkau bisa melihatnya. Als gij het kunt zien. Engkau tidak terpengaruh dengan keadaan. En dan zal je ook niet beïnvloed worden door de situatie. Engkau bisa seberangi Yordan juga. Dan kunt u ook Yordan oversteken. Artinya, orang lain bisa alami mujizat, saudara bisa. Dat andere wonderen kunnen ervaren, u ook. Amen. Amen. Orang lain terima kesaksian hebat-hebat, saudara bisa. Als andere de geweldige getuigenis kunnen ervaren, u ook. Haleluya. Haleluya. Jadi mulai hari ini. Dus vanaf vandaag. Lihatlah janji Tuhan. Zie naar de belofte van God. Hidup tanpa batas. Onbegrensd leven. Bagi kehidupan kita. Voor onze levens. Saya janji ayat 7 tadi baca dulu. Zullen we eerst vers 7 lezen? Tiliang 50 orang. Dari rombongan nabi itu ikut berjalan. 50 man van de profeten waren ook gegaan. Tetapi, nah ini ada tetapi. Maar, mereka berdiri memandang dari jarak jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Maar, bleven op verre afstand staan toen zij beiden aan de Jordaan stilstonden. Ini yang saya mau bilang sama saudara. Dit is wat ik graag aan u wil vertellen. Ada banyak orang Kristen namanya Kristen tetapi. Er zijn vele christenen en we noemen of ze zijn geheten zogenaamd maar christenen. Ya, maar christenen ya. Haleluya. Christenen maar. Tetapi ya. Dus, saya mau sungguh-sungguh tetapi. Dus christenen die zegt van ya, ik wil wel oprecht zijn maar. Saya mau melayani tetapi. Ik wil graag dienen maar. Nah, orang-orang itu tidak berani jalan bersama-sama dengan Tuhan. En zulke mensen durven niet om samen met God te wandelen. Elisa jalan terus. En Elisa bleef maar doorgaan. Karena dia rindu. Omdat hij verlangde. Karena dia percaya. Omdat hij geloofde. Rindu. Verlang. Percaya. Geloof. Lihat. Dan zal je zien. Alami mujizat. Ervaar je ook wonderen. Amen. Amen. Saudara, ini penting. Kijk, dit is belangrijk. Dapatkan pewahyuan ini, saudaraku. Vat dit op. Untuk kita bisa juga menjangkau ribuan, bahkan jutaan jiwa bagi Tuhan. Zodat wij ook echt duizenden, zelfs miljoenen zielen kunnen bereiken voor God. Amen. Amen. Tadi saya sudah singgung. Ik heb al genoemd. Iya, Abraham harus melihatnya. Abraham moest het zien. Kita juga harus bisa melihatnya. Wij moeten het ook kunnen zien. Nah, caranya. Ya, hoe doen we dat? Bagian selanjutnya ini. Volgende deel. Iya. Tinggalkan kemahmu. Laat je tent achter. Mari kita lihat langsung. Laten wij samen gaan kijken. Kejadian 15. In Genesis 15. Kejadian 15. Genesis 15. Ayat 1 sampai 6. Vers 1 tot en met 6. Yes. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Genesis 15 vers 1 tot en met 6. Wow, bagus. Haleluya. Haleluya. Ini yang penting. Het is belangrijk. Yes. Kejadian 1. Ya, Kejadian 15. Genesis 15. Oke, dikatakan di sini. Het staat. Kemudian datanglah firman Tuhan pada Abraham. Hierna kwam het woord des Heren tot Abraham. Dalam suatu penglihatan. In een gezicht. Jangan takut Abraham. Vrees niet Abraham. Bagus ini. Heel mooi. Katakan lagi. No jangan pause. Takut. Yes. Vrees niet. Haleluya. Jangan takut Abraham. Vrees niet Abraham. Ya, haleluya. Akulah perisaimu. Ik ben uw schild. Tuhan perisai kita juga. De Heere is onze schild. Terus Tuhan bilang gini. En dan zei de Heere verder. Upamu akan sangat besar. Uw loon zal zeer groot zijn. Yes. Upamu akan sangat besar itu artinya gini. Uw loon zal zeer groot zijn betekent. Engkau akan terima berkat yang tidak terbayangkan. U zult zegeningen ontvangen die je niet had kunnen bedenken. Kau alami sesuatu yang dahsyat. Dat u iets geweldig zal ervaren. Wow, mestinya Abraham bilang, yes, haleluya. Gitu. Eigenlijk zou Abraham wel kunnen zeggen van, yes, haleluya. Tapi jawabnya. Maar. Ayat 2. Vers 2 zei Abraham. Kejadian 15 ayat 2. Genesis 15 Abraham menjawab, vers 2. En Abraham zeide. Ya Tuhan Allah. Here, here. Apakah yang engkau berikan padaku? Wat zult gij mij geven? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak.
daar ik kinderloos heen ga. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. En de bezitter van mijn huis, dat zal deze Damascener Eliezer zijn. Lagi kata Abraham. En Abraham zei. Engkau tidak memberikan padaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Zie, mij heb gij geen nakroos gegeven en nu moet een onderhorige mijn erfgenaam zijn. Tapi datanglah firman Tuhan padanya demikian. En zie, het woord des Heren komt tot hem. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Deze zal uw erfgenaam niet melainkan zijn. Melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Maar uw lieflijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. Perhatikan ayat 5. Let op vers 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman. Toen leidde hij hem naar buiten en zeide. Coba lihat, hitunglah bintang-bintang itu jika engkau dapat menghitungnya. Zie toch op naar de hemel en tel de sterren indien gij ze tellen kunt. Maka firman-Nya padanya. En hij zei dat demikianlah hem, banyaknya nanti keturunanmu. Zo zal uw nageslacht zijn. Ya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. En hij geloofde in de Heere. Wow. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu padanya sebagai kebenaran. En hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Yes, supaya Abraham bisa. Zodat ya. Abraham capabel, kon. Mengalami janji Tuhan. De belofte van God ervaren. Saudara, Tuhan sampai bilang, aku mau berkati kamu yang dahsyat. Zei de Heere tot zover van, ik ga je groot zegenen, geweldig zegenen. Tapi buat apa aku gak punya anak? Para Abraham zei van, ja waarvoor, ik heb geen kinderen. Iya, Tuhan berkati kita itu. De Heere zegen ons. Khusus buat orang-orang tua, keluarga-keluarga. Vooral voor de gezinnen, de families. Para suami, para istri. De echtgenoten, de echtgenotes. Tuhan mau berkati engkau. De Heere wil u graag zegenen. Supaya engkau jadi berkat. Zodat u zegen worden. Dan keturunanmu pun diberkati. En dat uw nakomelingen ook gezegend zijn. Tapi, ya itu. Maar. Banyak orang Kristen, tapi. Er zijn vele maar Kristenen. Saudara, waktu saya baca. Toen ik dit las. Saudara bisa bayangkan enggak kenapa Abraham berkata demikian? Kunt u zich voorstellen waarom Abraham dit zei? Ya, dia pasti memikirkan keadaannya. Hij dacht ook zeker aan zijn toestand. Istilahnya Tuhan, enggak guyon nih, gua udah tua nih. Met andere woorden, Heer, u maakt geen grapje, ik ben al hartstikke oud. Masa kakek-kakek, nenek-nenek umur 90, 80 punya anak? Een opa van 90 jaar, een oma van 80 jaar oud, ze krijgen nog kinderen? Iya, istri sudah mandul. En mijn vrouw is al onvruchtbaar. Tadi pikiran Abraham. Dus Abraham gedachte, kalau punya anak, als ze kinderen krijgen, mesti normal toch? Dat is toch een moeten orang op een normale, muda, op een normale manier gebeuren. Muda, tussen een toch best een jonge man en nog een jonge, nogal jonge vrouw. Itu yang biasa kita lihat juga. En dat soort dingen, die zijn wij ook gewend om te zien. Ini yang sedang dialami oleh banyak orang. Dit is wat heel veel mensen nou ervaren. Termasuk orang Kristen. Inclusief de Christen. Sampai kurang percaya bahwa Allah sanggup melakukan. Tot zover dat zij niet meer kunnen geloven dat God is bij machten om het te doen. Saya ingat satu pengalaman saya juga. Ik weet nog een ervaring van mij. Waktu saya alami sendiri ini ya. Ik heb dit zelf ervaren. Waktu kita baru mulai melangkah untuk membentuk jemaat ini. Toen wij net begonnen waren om deze gemeente te stichten. Di tahun 95. In het jaar 95. Tahu zo banyak tantangan. Yeah. Weet u, er waren zoveel uitdagingen. Bayanginnya kayak apa kalau setiap minggu kebaktian. En al die gedachten van, ja, hoe zou het zijn als wij dan elke zondag eredienst hebben? Musiknya, penyanyinya. Hoe dan met de muzikanten, wie zou het gaan zingen? Gedungnya. En hoe dan met het gebouw? Ah, itu kita bayangkan luar biasa. En dat hebben we allemaal gedacht. Dan puji Tuhan. Prijs de Heer. Kita mulai. Wij zijn begonnen. Kita melangkah. We namen stappen. Kita rasa Tuhan buka jalan. En wij ervoeren de Heere heeft een deur geopend. Akhirnya kita mulai ibadah di gedung di mana kita istilahnya apa itu? Kontrak beli ya Pak Yusuf ya? En, beli kontrak gitu nah istilahnya. Uiteindelijk konden wij dus de eerste eredienst houden bij het bepaalde gebouw die gedeeltelijk misschien afkopen of huren. Jadi abis kita mulai kebaktian. In ieder geval, we waren dus bezig al met de eerste paar erediensten. Wah, kita bersyukur ya. En we waren zo dankbaar. Itu kita mulai di gedung namanya Immanuel Kerk ya. Immanuel ya. En we waren begonnen dus bij Immanuel Kerk. Di atas Immanuel Kerk. Boven gedeelte. Dekat rumah saya dan
Yeah. Het was toen dicht bij mij. Puji Tuhan. Waar ik woonde. Terus kita dapat tempat. En we kregen een plaats. Kita mulai bangun pelan-pelan. En we begonnen beetje bij beetje op te bouwen. Bulan November kita mulai. November ibadah, waren wij begonnen in 95 met eredienst. Dan kita masuk, kita mulai coba gedung yang baru. En daarna probeerden wij een nieuwe, een andere gebouw. Di Buiten Watersloot. Bij Buitenwatersloot in Delft. Bangun semuanya. En hebben we echt alles zelf gebouwd. Kita baru mulai ibadah. En we waren daarna beginnen met de eerste eredienst. Di tempat itu, bulan April. In de maand April. Ja. Jadi saudaraku. En setelah itu. Daarna. Baru beberapa minggu di sana. We waren pas een paar weken bezig. Een paar zondagen bezig. Gedung itu dibakar oleh seseorang. Iemand had, had dat gebouw dus in de gestoken, dat het met vuur was. Ja, jadi kaget kayak gitu juga seperti saudara Gerald tadi. Het was best schrikwekkend natuurlijk. Kaget juga. Was echt schrikwekkend. Kebakaran, you know. Het was, het hele gebouw was in brand. Pak Yosef telepon saya. En Pastor Yosef die belde me op. Pagi-pagi, setengah dua pagi. Half twee s'nachts. Pak Victor. Pastor Victor. Saya sudah dihubungi dari wali kota. Ya, de burgemeester heeft contact met mij opgenomen. Gedung kita dibakar, terbakar katanya. Want ons gebouw is nu in vuur en vlam. Saya tahu tuh, ini gak gampang. Ya. Dat is moeilijk. Semuanya hancur habis. En alles was kapot. Saya gak tahu harus bikin apa saja, bikin apa lagi. En ik had geen idee wat wij verder moesten doen. Saya bilang Tuhan. Ik zei Heer. Ini tidak gampang Tuhan. Dit is niet makkelijk. Saya bayangkan oh Tuhan. Ik moest voorstellen Heer. Pas hari Minggu selanjutnya. De zondag daarna. Kita ibadah di tengah reruntuhan. Hadden we wel een eerste dienst, eredienst gehouden te midden van de ruïne. Ya. Saya terharu saya bilang Tuhan. En ik was zo ontroerd. Ik zei Heer. Bisa bayangkan. Ik kan me niet meer voorstellen. Katanya kok ingin membangun gereja ini. Want u heeft toch gezegd dat u dit, deze gemeente wil stichten. En wat is het nou het resultaat? Terbakar Tuhan. Het is nu in vuur, het is op. Katanya kita akan punya jemaat ratusan. U zei dat wij honderden gemeenteleden zou hebben. Jadi ribuan. En soms ook duizenden. Ya. Bagaimana tempat ibadah nanti Tuhan? Hoe moeten we nu verder zonder gebouw niks? Baru pun yang sebesar ini aja udah kebakar. Saya bilang. Wij waren net begonnen met een kleine. Ya maat, en nu is het al verbrand. Pikiran saya terbatas sekali. En mijn gedachte was zo beperkt. Dan saya pikir bagaimana gereja bisa bertumbuh. En ik dacht van, hoe kan het zo ver zijn dat de kerk groeit? Tiba-tiba Tuhan berkata. Opeens zei de Heere van. Kamu pakai gedung Hofkerk. Gebruik nou het gebouw Hofkerk. Dan puji Tuhan. En prijs de Heer. Sampai hari ini kami ada di sini. Tot op de dag van vandaag luar zijn biasa, wij nog hier. Allah kita dasyat. Onze God is geweldig. Ya. Dan saya juga pikir. En ik dacht ook. Bagaimana Tuhan bisa bertumbuh? Hoe kunnen we groeien? Ya. Saya belajar, saya pikir. Ik had gedacht, ik had geleerd. Gereja bertumbuh harus lewati proses. Ya, een kerk die groeit en die moet door een bepaalde proses. Lewat tahap A, B, C, D dan seterusnya. Dat is toch op volgorde. Je begint bij A en dan bij B, bij C, etc. Saya dalam pikiran saya. En in mijn gedachte. Saya punya terlalu banyak aturan main. Ik had wel veel spelregels. Yang membatasi Allah bekerja. Die toch belemmeren voor God om te kunnen werken. Bahkan ada hal yang menggoncang diri saya. En er was iets die mij heel erg schudde. Waktu Tuhan berkata. Op het moment dat de Heere zei. Bagaimana kalau visi gerejamu dirubah? Zullen we dan de visie van jouw gemeente veranderen? Yaitu selamatkan jiwa berapapun harganya. Naar de zielen redden. Ongeacht de kosten. Saya bilang Tuhan. Ik zei Heer. Mana bisa ribuan orang yang harus dijangkau. Dat kan toch niet, duizenden mensen moeten we bereiken. Ya. Saya bilang dalam hati, saya tulis juga di sini. Ya, bagaimana kalau visi kita dirubah menjadi selamatkan jiwa berapapun harganya? Hoe kunnen we die visie nou nemen? De zielen redden tegen elke prijs. Belum saya jawab. Ik had nog niet eens antwoord kunnen geven. Seperti Roh Kudus bicara. Alsof dat de Heilige Geest in mij sprak. Kenapa harus dari kecil untuk bertumbuh jadi besar? Waarom moet het altijd van heel klein beginnen om iets groots te worden? Roh Kudus bertanya. En de Heilige Geest vroeg apakah in mij. Apakah tidak bisa langsung jadi raksasa? Kan het nou niet gelijk reuze worden? Waktu saya diam, toen ik stil was, saya ingat kisah Rasul 2. Dacht ik aan Handelingen 2. Gereja mula-mula. Dat de eerste gemeente. Tiba-tiba. Opeens. Dalam satu hari. Binnen een dag. 3.000 jiwa bertobat. 3.000 zielen kwamen tot bekering.
Haleluya. Amin. Amin. Apakah itu mustahil? Is it now unmogelijk? Tidak. Nee. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. For God is niets onmogelijk. Yang penting kita bisa melihat. What belangrijk is dat wij wel kunnen zien. Amin. Amin. Dan waktu saya berdoa seperti itu. En toen ik zo bad, Tuhan ingatkan saya kembali. Dacht de Heer weer aan mij. Pergi kamu ke Bogota. Ga heen naar Bogota. Belajar dari hambaku di sana. Ga leren vanuit mijn dienaar daar. Dan betul saya ke sana. En waarlijk, ik ben daar naartoe gegaan. Met andere woorden. Saya tinggalkan tenda saya. Ik verliet mijn tent achter. Ayo bilang sama sebelah-sebelahmu ya. Zeg tegen bilang de generatie. Bilang suami, istri, anakmu. Naar je man, naar je vrouw, naar je tendamu. Kinderen. Kom, ga uit je tent. 2021. Kita sudah di luar tenda. We zijn al uit de tent. Kita mau lihat bintang. Wij willen de sterren zien. Kita mau alami. Wij willen ervaren. Janji Tuhan. De beloftes van God. Haleluya. Haleluya. Kalau Tuhan mau memberkati keuanganmu juga. En want de Heer wil graag ook uw financiën zegenen. Jangan bilang begini. Zeg dan niet van. Corona Tuhan. Jangan. Heer, het is corona. Jangan bilang begini. Zeg dan niet van. Diam. 1 juta, 2 juta, 3 juta, nanjak gitu ya. Ja, 1000, 2000, 3000, dat het gewoon lineair omhoog gaat. Kita nggak percaya. Dat wij niet geloven. Bahwa dalam seketika. Dat het kan opeens. Bisa berubah sogo. Alles veranderd kan zijn. Haleluya. Haleluya. Saya lihat semua mereka-mereka yang bekerja di internet. Zie dan naar degene bijvoorbeeld die bij internetbedrijven werken. Dalam waktu sekejap orang biasa jadi orang kaya. Ya. En sommige van hen in zeer korte tijd worden ze opeens heel rijk geworden. Jangan berpikir. Denk dan niet van. Bahwa kalau Tuhan memberkati usaha kita atau usaha saudara. Dat als God onze business zegent. Maka pertumbuhan bisnis saudara mesti dari kecil, sedikit besar, lebih besar dan semakin besar. Dan gaat je zaak dus groeit van klein naar middel, middel naar groot, groot naar extra tidak groot. Tidak. Nee. Saudara akan dibikin booming luar biasa. Hij zal echt maken dat u ook booming krijgt. Tapi yang paling penting. Maar wat belangrijk satu, is. 1. Saudara harus bisa melihat. U kunt het kunnen bisa zien. Bisa percaya. U kunt het. U moet yang kunnen kedua, geloven. Ten tweede. Keluar dari tendamu. Ga uit uw tent. Karena kita sudah belajar. Want wij hebben di geleerd. Pertama, bij de eerste week. Kita diberi janji sama Tuhan. Dat wij belofte van God gekregen minggu hebben. Kedua, minggu ketiga bulan Desember ini. De tweede week. De derde week van deze maand Desember. Tuhan beritahu pada kita. Heeft de Heer aan ons laten weten. Jangan mau kena belenggu-belenggu iblis itu. Je moet niet willen dat de keteren van de duivel over je zijn. Natal. Kerst, itu membuka wawasan kita. Dat opent onze inzicht. Untuk mempercayai Tuhan. Om God te vertrouwen. Sekarang. Nu. Kita berkata. Zeggen wij van. Aku mau terjadi itu terjadi. Ik wil graag dat gaan halleluja. Gebeuren. Karena setelah Abraham keluar dari kemahnya. Want nadat Abraham uit zijn tent ging. Tuhan bilang coba lihat di langit itu. Zei de Heer van. Kijk naar de sterren in de hemel. Menghitungnya. Kan je die sterren nou tellen? Aku akan dibukakan oleh Tuhan. Dan was het geopenbaard voor hem. Hidupmu tidak akan terbatas lagi. Dat je leven niet meer beperkt zal zijn. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Laten wij bidden. Biar rohnya menghidupkan ini semuanya. Laat zijn geest dit tot leven brengen. Mari kita berdoa. Laten wij bidden. Oh, dalam nama Tuhan Yesus. In Jezus naam. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Geliefde broers en zusters in de Heer. Bahkan engkau. Zelfs yang belum menerima Tuhan Yesus dalam hidupmu. Degene die Heere Jezus nog nooit heeft aangenomen in uw leven. Datanglah kepada dia. Kom tot hem. Karena Yesus berkata. Want Jezus zei. Mari kepadaku. Kom tot mij. Hei kamu yang berbeban berat. Gij die zware lasten hebt. Aku akan beri kelegaan. Ik zal je rust geven. Hei kamu yang sudah terpuruk. Gij die al moeilijk hebben. Hei kamu yang sudah terbatas. Gij die ten onder aan gaat. Hei kamu yang sudah stres. Gij die al gestrest karena zijn. Kondisi yang ada. Door de conditie. Yesus berkata. Yesus zei. Mari kepadaku. Kom tot mij. Hai semua orang Kristen. Hey alle Christenen. Jangan lihat sekelilingmu terus. Kijk niet naar je omgeving. Jangan terus lihat kelemahan kekuranganmu. Blijf niet kijken naar je tekort. Lihatlah Yesus. Naar je zwakheden. Kijk naar Dia berkuasa. Yesus. Hij is almachtig. Lihatlah Dia. Kijk naar Hem. Kalau kau melihat. Als u Hem ziet. Engkau mendapatkannya. Als u het ziet, zult u katakan krijgen. Tuhan Yesus. Zeg Heer Yesus. Katakan sama-sama Tuhan Yesus. Laten we samen zeggen, Heer Jezus. Jadilah Tuhan saya. Wees mijn God.
Jadilah juru selamat saya. Wees mijn heiland. Katakan mijn Tuhan redder. Jezus. Zeg Heere Jezus. Aku percaya firman-Mu. Ik geloof in uw woord. Aku mau seperti Elisa. Ik wil graag zoals Elisa yang zijn. Tetap setia berjalan terus. Die steeds trouw was om te blijven wandelen. Hai semua orang Kristen. Kom alle Christenen. Katakan aku mau buang kata tetapi dan tetapi. Zeg erbij van Heer, ik wil weggooien het woord maar. Aku mau jadi berkat tetapi kalau aku sudah punya kata itu buang saudaraku. Ik wil graag zegen worden, maar wanneer ik al veel heb, nee, gooi apa die woord. Apa yang kau mau, kata Elia. Elia vroeg van, wat wil gij? Yang aku bisa buat padamu. Wat kan ik doen voor jou? Itu yang Allah katakan buat engkau hari ini. Dat is wat God ook tot jou zegt. 2021. 2021. Masukilah dengan harapan baru. Kom binnen met nieuwe hoop. Tuhan ada. De Heere is hier. Mujizat dapat terjadi. Wonderen kunnen gebeuren. Terima kasih Tuhan. Dank u wel Heer. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel Heer Yesus. Bawa kami Tuhan. Neem ons mee. Ja. Haleluya. Bahkan aku berdoa. Ik bid ook Heer. Untuk semua pengusaha. Voor alle zakenmensen. Orang-orang yang bekerja, orang yang berkarir. Mensen die werken, mensen die carrière hebben. Orang-orang yang study. Mensen die studeren. Ya, mereka semangat. Dat ze enthousiast tidak blijven. Kecil hati. Dat ze niet ontmoedig mereka raken. Biar keluar dari tenda mereka. Dat zij uit hun tenten mogen bahkan gaan. Mereka-mereka. En zelfs degenen. Yang ditunjuk nantinya jadi ketua-ketua care. Die later dus als care leiders ya, worden urapi aangewezen. Mereka. Salven. Yakinkan mereka. En maak hen zeker. Tuhan bisa lakukan sesuatu. Dat de Heere iets kan doen. Terima kasih Bapa. Dank u wel Vader. Teguhkan kami semua hari versterk ini. Versterk ons allen vandaag. Dengan kuasa firman-Mu. Met de kracht van uw woord. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Beri tepuk tangan bagi Allah-Mu. Applaus voor uw God. Katakan haleluya. Zeg haleluya. 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 Luar biasa. Geweldig. Itu sebabnya. En ya, daarom. Di akhir tahun ini. Aan het eind van dit jaar. Kita akan memberikan juga. Gaan wij ook geven. Persembahan tanda kita percaya. Onze offerande. Teken van ons geloof. Seperti 1 Raja-Raja 19. Zoals in 1 Koningen 19. Elia setelah memperbaiki mesbahnya. Nadat Elia de altaar heeft gebouwd. Hersteld. Maka dia taruh korban persembahan. Dan plaatste hij de offer. Setelah kita memperbaiki mesbah rohani kita. Nadat wij onze geestelijke altaar herstellen. Tanda kita percaya. Dat is als teken van onze geloof. Kita akan memberikan persembahan kita. Dan willen wij ook offer geven. Bagi Tuhan. Voor God. Yang terbaik bagi dia. The beste is for him. Sampai kata Maleakhi 1. Tot in Maleakhi 1. Kalau wali kotamu datang ke rumahmu. Als de burgemeester bij u langskomt. Apakah kau akan memberikan makanan sisa? Zult u alleen maar restanten van eten geven aan hem? Hey, waktu baca Maleakhi 1 itu. Toen ik Maleakhi 1 las. Jatuhnya tentang persembahan. Het blijkt dat het spreekt over offer. Kalau kau tahu Tuhan ada bersamamu. Als u weet dat God met u is. Yang bisa membalas. Degene die kan geven. Ya lebih dari wali kota. Teruggeven, hij is veel meer dan uw burgemeester. Mari kita berikan yang terbaik. Laten wij dat het beste geven. En biar dia membuka tingkap-tingkap langit. Laat hij dan de sluizen der hemelen openen. Mencurahkan berkatnya bagi saudara. Om zijn zegenen uit te storten voor u en ik. Ya, nanti di layar saudara ada QR yang saudara bisa scan. In de scherm ziet u de QR code. Ya. Dat scannen. Dan saudara bisa lihat nomor bank yang ada, rekening yang ada, nomor rekening. Of de bankrekeningnummer kunt u. Saudara bisa langsung memberikan persembahan. Kunt u ook overmaken. Dan kita akan memberikannya dengan sukacita. We gaan dat geven met blijdschap. Ya. Kita akan minta Bapak Denny Syahaya akan berdoa untuk persembahan. En Brother Denny Syahaya gaat bidden. Laten we ons hoofden buigen. Mari kita menundukkan kepala. Vader, dank u wel voor je kostbaar woord. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sangat berharga. Deze laatste zondag van het jaar. Di hari Minggu terakhir ini, Tuhan. Jaar van de pandemie. Tahun pandemi. Maar samen met u zijn we meer dan overwinnaars. Tapi bersama Engkau kami lebih dari pemenang. Deze pandemie gaan we samen met u ook overwinnen. Dan bersama Engkau melalui pandemi ini kami pun dapat menang. Vader, willen u danken Heer voor uw offer aan het kruis. Yes. Bapa, kami ingin bersyukur buat persembahan-Mu di kayu salib. Dat gestorven bent voor onze zonden. Bahwa Engkau sudah mati bagi dosa-dosa kami. Dat we de redding van u hebben ontvangen. Sehingga kami boleh menerima keselamatan dari Engkau. Vader, willen onze offer nu ook aan u teruggeven. En Bapa, kami ingin mengembalikan persembahan kami kepada-Mu. Laten we het beste geven. Halleluja. Kami ingin memberikan yang terbaik. Met liefde. Dengan kasih. Met uw hart. Dengan hati. Yes, en niet met uw gedachtes. Dengan, bukan dengan pikiran. Vader, want zoals geschreven staat in uw woord. Dan seperti yang tertulis Tuhan dalam, dalam firman-Mu. Op het moment dat wij geven. Pada saat kami memberi. Zal de hemelse vensters opengaan.
maka tingkap-tingkap langit akan terbuka. En uw zegeningen zullen nederdalen. Maka berkat-berkat-Mu akan dicurahkan. Zegen ieder die geeft. Berkati setiap yang memberi. En over ieder die niet in staat is om nog te geven. Dan mungkin mereka yang belum sanggup untuk memberi, Tuhan. Dank u wel, Vader. Terima kasih, Bapa. Alle glorie en eer is alleen voor u. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagimu. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. U mag geven. Als hij mij helpt voor moeilijke vragen. Jezus voor mij is mijn redder. Mijn redder. Jezus is jouw redder. Amen. Wie zegt amen? Mijn helper en mijn verlosser. Zorgen voor niemand is pijn. Jezus is mijn Heer, Hij heeft mij genezen. Onze God en onze helper en onze redder. Mijn papa. Alles. Mijn beste vriend. Is hij ook jouw helper? Ja. Ja? Mijn redder en beschermer. Dank u wel, Heer. Wilt u eigenlijk... Ik zeg dank u wel, want u moet de pastoors gezond maken. Wilt u ook uit de mond spreken van de precious kids? Amen. Dat u spreekt. Amen. Wilt u zorgen dat onze vrienden, dat ze u ook mogen leren kennen, Heer? Dank u wel. Voor de Jezus, kunt u voor de daklozen zorgen die ze in huis hebben? Kunt u hun zegenen dat zij weer in huis hebben, dat ze eten krijgen? Dat alle precious kids meer over u kunnen leren. En dat ze later net als Gigi Joy worden. Dank u wel, Jezus, want u bij de precious zijn met hun gezondheid en alles. En van eten van FMC. In Jezus' naam. Amen. Nogmaals, Waymaker. Waymaker. Miracle worker. Promise keeper.
and all of my soul. I love you. Kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama ada doa berantai 24/7. Als eerste is er een kettingsgebed 24/7. Kita sudah lakukan selama beberapa minggu. We hebben het al een paar weken gedaan. Tapi kalau sampai ada yang belum mengisi formulir digitalnya. Maar voor hen die de formulier nog niet hebben ingevuld. Saudara masih bisa mengisi melalui link yang dikirimkan oleh ketua tim saudara. Dan kunt u dat nog invullen via de link dat verstuurd is via de teamleiders. Ja, seperti ini contohnya. Zoals dit, dit is een voorbeeld. Kemudian yang kedua adalah FMC Digital Gathering New Year Celebration. En als tweede is er een FMC Digital Gathering New Year Celebration. Yang juga akan disertai dengan perjamuan kudus. En dat zal gepaard gaan met een heilig avondmaal. Yang akan diadakan pada hari Minggu 3 Januari pukul 3 sore. En dit wordt gehouden op zondag 3 Januari volgend jaar om 1500 uur. Ya, dan akan dilakukan melalui YouTube. En dit kunt u zien via YouTube. Dan kemudian juga untuk bulan Januari tahun 2021. En ook in de maand Januari 2021. Digital Gathering Fresh Anointing. Is er een digitale gathering Fresh Anointing. Yang untuk bulan Januari ini diadakan pada minggu kedua. En dat zal worden gehouden in de tweede week. Yaitu hari Kamis tanggal 14 Januari jam 8 malam. En dat is op donderdag 14 Januari om 8 uur 's avonds. Juga melalui YouTube. En dat kunt u zien via YouTube. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. God zegent u. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan, kami mengucap syukur. Heer, wij danken u. Karena Engkau telah memimpin Pastor Victor, Pastor Vivi. Omdat u Pastor Victor en Pastor Vivi. Selama tahun 2020 dengan hikmat yang daripada Tuhan. In 2020 heb geleid. Met de wijsheid van God. Terima kasih juga Tuhan untuk junior pastor Joy Faraknimela. Dank u wel voor de pastor, junior pastor Joy Faraknimela. Kau telah memimpin dia untuk bisa memimpin JC Generation sesuai dengan kehendak-Mu. U heeft haar geleid zodat zij de JC Generation kan begeleiden. Terima kasih untuk saudari Jessica Faraknimela. Dank u wel voor zus Jessica Faraknimela. Untuk pelayanan dan studinya. Voor haar bediening en haar studie. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Untuk setiap pastor tim yang ada. For the pastors team. Para pemimpin yang daripada Tuhan ini. For alle leaders. Engkau berkati mereka. Wilt u hen zegenen. Dan juga keluarga mereka dibungkus dengan darah-Mu yang kudus. En ook al hun gezinnen wilt u dat ontwikkelen met uw kostbaar bloed. Dan kami tahu tahun depan pasti Tuhan tuntun setiap pastor tim juga Tuhan. En in het volgend jaar zult u het pastors team ook leiden. Terima kasih bagi mereka yang telah berulang tahun di tahun 2020. Dank u wel voor de jarigen in 2020. Engkau pasti akan memimpin dan membuat mereka menjadi berkat bagi banyak orang di tahun 2021. U zal hen beslist zegenen in het jaar 2021. Dan kami berdoa untuk negara di mana kami tinggal pada saat ini, negara Belanda. En wij zegenen het land Nederland waar wij nu kami wonen. Kami tahu Tuhan ada suatu perubahan. Wij weten dat er een verandering is. Tapi tidak lepas daripada mata-Mu. Maar dat zal nooit losstaan. Engkau memandang negara Belanda ini sebagai negara yang pasti Kau kasih dengan luar biasa. Uw ogen zijn gericht op Nederland en er zal beslist een
Karena itu kami berdoa untuk pemerintahan yang ada, Tuhan. En daarom bidden we voor de regering die er is. Kalau mereka banyak harus mengambil keputusan. Omdat zij vele besluiten moeten nemen. Kami percaya Roh-Mu ikut ambil bagian di dalamnya. En wij geloven dat uw geest betrokken wordt. Dan kami tahu juga, Tuhan. En wij weten ook. Untuk para dokter dan juru rawat. Ook voor de doktoren, yang sekarang voor de medici, berjuang mati-matian untuk para pasien yang ada. Die alles aan het strijden zijn voor de patiënten. Engkau beri kekuatan kepada setiap mereka. Wilt u hen kracht geven? Penghiburan di dalam keluarga mereka ook juga. Ook de vertroosting in de gezinnen. Di dalam nama in Tuhan Yesus Kristus. Dan kami Christus. Percaya Tuhan. En wij geloven. Ada kesembuhan-kesembuhan. Er is een genezing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van Jezus. Dan kami berdoa untuk negara di mana kami berasal. Voor de landen waar wij vandaan komen. Engkau berkati setiap negara ini. En wilt u al die landen kalau kami pernah zeven. Lahir di sana, Tuhan. Ja, voor degene die ook daar kami geboren berdoa zijn. Ada kelahiran-kelahiran rohani bidden yang bertambah-tambah di negara itu. Dat er ook een opwekking zal zijn in die landen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van Jezus. Dan kami Christus. Tidak terlupa untuk membawa bangsa Israel. En we vergeten niet het volk Israel. Bangsa pilihan-Mu, Tuhan. Uw uitverkorene volk. Di dalam nama Tuhan Yesus Christus. In de naam van Jezus pasti Christus. Ada kemajuan perubahan di dalam rohani mereka. Vooruitgang in ada pertobatan-pertobatan di dalamnya. Er is een bekering in ons. Dan kami percaya Kau melindungi negara ini juga. En wij geloven dat u zich over di dalam dit nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam kami van mengucap Jezus syukur Christus dan berdoa. Hebben wij gebeden. Amen. 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 Haleluya. Haleluya. Yes, sebagai gembala sidang. As a senior pastor. Saya Pastor Victor dan Pastor Vivi Farangimela. Baik, Pastor Victor dan Pastor Vivi. Ingin katakan bahwa saudara. Willen tot u zeggen. Ya, maju terus. Ga vooruit. Ya, akhiri tahun 2020. En beëindig 2020. Dengan pengharapan. Met hope. Masuki 2021. Kom 2021 binnen. Dengan sukacita yang luar biasa. Met beleidschap. Amen. Ya. Amen. Kita juga bersyukur. Wij zijn ook dankbaar. Karena 1 Desember yang lalu. Want afgelopen 1 Desember. Jessica selesai dengan studinya. Jessica was ook klaar met haar studie. Yeah, haleluya. Yeah. Geweldig, gefeliciteerd. Ja, jadi bisa disebut sebagai insinyur. Dus zij is nu officieel een insinyur. Dan selamat buat mereka-mereka juga. En ook gefeliciteerd. Yang selesai tahun ini. Voor degene die ook dit jaar klaar zijn. Tahun yang membingungkan tapi membuat mujizat. Dit is een jaar vol verwarring, maar ook sommige wonderen. Amen. Amen. Mari kita berdiri sama-sama. Laten we samen gaan staan. Kita semuanya berdiri yang di ruangan juga. En degene die ook hier mari kita zitten. Bersyukur kepada Tuhan. Laten we de Heere bedanken. Tuhan, terima kasih. Heere, dank u wel. 2020. 2020. Ya, tetap kami jalani bersama Engkau. Wij blijven dat samen met u. Ya, selalu ada harapan. Er is altijd hope. Selalu ada pertolongan. Er is altijd hulp. Karena Engkau Tuhan yang selalu bersama kami. Want u bent God die altijd met ons is. Kau dengar doa-doa syafaat kami tadi, Tuhan. Hoort onze gebeden, o Heere. Dan itu sebabnya kami mau bersyukur. En daarom willen wij u bedanken. Di akhir tahun 2020. Aan het eind van het jaar 2020. Tanganmu yang ajaib tetap menyertai kami. Uw machtige hand blijft bij ons. Kami masuk tahun 2021. Wij komen het jaar 2021 binnen. Dengan tema yang luar biasa. Met een geweldig thema. Bahwa Tuhan menyertai kami. Dat God is met ons. Yang akan mengajar, mengoreksi kami. Die ons gaat leren, die ons gaat corrigeren. Tapi yang melatih kami. Maar ook die ons gaat trainen. Engkau gembala kami. Want u bent onze herder. Itu sebabnya. En daarom. Bapak ibu ya, saudara yang dikasih Tuhan. Geliefde broeders en zusters in de Heer. Angkat tanganmu. Have your hand up. Terimalah berkat ini. Ontvang de zegen. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus. In de naam van Heere Jezus. Tuhan yang Maha Kuasa. De Almachtige Allah God. Yang Immanuel. Immanuel. Memberkati engkau. Die u zegen. Mulai hari ini. Vanaf vandaag. Sampai selama-lamanya. Tot in de eeuwigheid. Semua yang percaya katakan. Iedereen die gelooft zegt. Amen. Amen. Tuhan memberkati. Heere zegen u. Nah, selamat masuk di tahun baru. Kom binnen het nieuwe jaar. Tuhan memberkati. Heere zegen u. Amen.